André van Duin heeft zondag voor het eerst verteld over de zware periode waar hij in zit na het overlijden van zijn man Martin L. Vierink. Op de rode loper van de première Hello Dolly vertelt hij hoe het met hem gaat. Naar omstandigheden gaat het goed, vertelt André aan Shownieuws. Ik doe alles wat ik normaal altijd deed: ik ga zwemmen, naar het theater, naar de film. Ik heb gelukkig heel veel goede vrienden en die houden me streng in de gaten of het goed met me gaat. André had heel even het huis waar hij met Martin woonde in de verkoop gezet, maar daar zag hij toch van af. Ja, dat kwam door de hele situatie en dat gebeurde in de emotie. Gelukkig heb ik op tijd ingezien dat het eigenlijk geen goede beslissing was, dus ik blijf lekker wonen waar ik nu woon. Het hele interview met André zie je in de video hierboven naar het Martin overleed op 13 januari 2020 op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van bokkanker. André en Martin waren sinds 2006 getrouwd en woonden samen in Amsterdam. Daarvoor hadden zij al vier jaar relatie. Martin en André leefden een rustig en huiselijk leven in de hoofdstad.